Nederland heeft nu 700.000 werklozen, het hoogste aantal in de geschiedenis van het Koninkrijk der Nederlanden. De Europese Unie, de eurozone moet ik zeggen, heeft 12% werkloosheid. Hoe kan het zijn dat wij geen volledige werkgelegenheid meer hebben, waar we dat tussen 1945 en 1975 ieder jaar hadden en daarna eigenlijk nooit meer? Wat is het probleem en wat kunnen we eraan doen? Volledige werkgelegenheid was altijd een van de doelstellingen van economisch beleid. En we hebben dus hopeloos gefaald in het bereiken van die doelstellingen al bijna 40 jaar lang. Wat zijn de oorzaken? Je kunt kijken naar landen die het nog wel hebben. Noorwegen, Zwitserland, Oostenrijk zit er dichtbij, IJsland, Japan, Korea. Nou, Korea is een gemakkelijk geval, want dat heeft hoge economische groei, wij hebben dat minder. Japan heeft, zou je kunnen zeggen, het voordeel van de demografie. Het heeft een vergrijzende bevolking en dus minder toetreders tot de arbeidsmarkt. En het heeft het probleem ook sociaal anders opgelost door mensen in dienst te houden, waar ze bij een westers bedrijf typisch worden ontslagen. Dus er zit een deel van verborgen werkloosheid, zou je kunnen zeggen, in de Japanse arbeidsmarkt. Zwitserland heeft een heel streng immigratiebeleid. Het heeft veel immigranten. Maar allemaal immigranten die een baan krijgen, die vaak ook hoog opgeleid zijn. Duitsland en Nederland daarentegen hebben heel veel immigranten, maar typisch met een lage opleiding, lage scholingsgraad en een relatief heel hoge werkloosheid. Dus daar zit ook een deel van het antwoord. Waarschijnlijk zou je moeten zeggen dat de belangrijkste oorzaak van die hoge werkloosheid bij ons het feit is dat arbeid te duur is. Je hebt minder vraag naar iets wat te duur is dan wanneer het wat goedkoper is. Is het te duur voor degene die het loon ontvangt? Nee, want die ontvangt niet zoveel. Maar het is wel duur voor degene die het moet betalen. Met andere woorden, we hebben arbeid met enorm veel lasten belast, waardoor het voor de werkgever te duur wordt, terwijl het voor de ontvanger nauwelijks nog wat oplevert. Dus de eerste en waarschijnlijk de belangrijkste maatregelen die we zouden moeten nemen, dat is een kwestie van jaren, is arbeid ontlasten. Nou, wat moet je dan wel doen? Dan moet je natuurlijk goederen gaan belasten. Tot 1914 werd arbeid helemaal niet belast. Er was zelfs geen inkomstenbelasting. Eeuwenlang vanaf graaf Floris de Vijfde tot 1914 werden goederen met accijnzen belast, de tiende penning van Alva. En we moeten dus weer terug naar die tijd dat we de goederen gaan belasten, trouwens veel economen zijn ervoor, en niet de arbeid. Arbeid moet ontlast worden. Het tweede punt in dat verband is natuurlijk dat arbeid ook te weinig oplevert voor de ontvanger in relatie tot de uitkering. Ja, dus of de lonen moeten omhoog, de netto lonen, of de uitkeringen moeten omlaag. Maar er zitten heel weinig prikkels in ons systeem om te gaan werken als die uitkering relatief zo hoog is ten opzichte van het netto loon. Dat was natuurlijk 100 jaar lang anders, want in 1900, ja, als je een baan kon krijgen, dan nam je wat je ook deed, want er was namelijk geen uitkering. Dus daar zit een ander probleem van de welvaartsstaat, dat we eigenlijk werkloosheid hebben, ja, omdat we het ons kunnen permitteren, maar tegelijkertijd hebben we die mensen uitgeschakeld. Derde punt natuurlijk, ja, een heel selectief immigratiebeleid. De landen die dat wel hebben, Australië, Nieuw-Zeeland, daarvoor geldt dat de werkloosheid onder immigranten is typisch even hoog als de werkloosheid onder de lokale bevolking. Bij ons is dat compleet anders. Dus we hebben mensen naar hier gehaald, ja, die vervolgens toch weer werkloos werden. En we halen nog steeds mensen naar hier om werk te doen in de aardbeien of in de tomaten, terwijl we tegelijkertijd 700.000 werklozen hebben. Dus we hebben vooral ook een maatschappelijk organisatieprobleem. En het is aan ons, of we, als we echt willen dat we weer volledige werkgelegenheid krijgen, om dat ook te bereiken.